Hallo mensen van GamesGezellen, welkom bij deze nieuwe video. En wauw. Wauw, ik heb Serious geïnstalleerd. Jawel, we gaan er niet mee opnemen. Don't worry, maar ik wil gewoon even laten zien hoe mooi dat het is. Ik vind het zo vet. Ik vind het echt een hele mooie shader trouwens. Ik heb trouwens ook nog een andere shader. Oh, foutje, foute dingen. Ik heb trouwens ook nog een andere shader, de Zeus. Die vind ik ook heel mooi. Maar die is wel... waarom doet hij dit niet? Maar die is wel echt heel erg overbelicht gewoon. Maar wauw, moet je kijken hoe mooi dat eruit ziet. Jawel. Oh, dat water vind ik zo vet, hè. Kijk, dan hoe mooi. Oké, ik zou hem uitzetten. Ik zou het uitzetten. Non. Zo. Klaar. Dit is al zoals jullie het gewend zijn, zeg maar. Ja, welkom bij deze nieuwe video. En vandaag zitten we weer op mijn singleplayer wereld. Ik wilde dat gewoon eventjes laten zien. Ik bedoel, wauw, ik vind shaders zo vet, hè. Offscreen speel ik meestal ook met shaders aan, zeg maar. Sinds kort. Ja, 1.7 had ik al shaders. En nu heb ik mijn shaders, zeg maar, soort van teruggebracht. En ja, ik vind het nog steeds super nice. Wat ik eigenlijk wil gaan doen, is... ik wil daar. Ja, daar. Wil ik eigenlijk... de ruimte gaan maken voor mijn villagers. Die ik ga opslaan. Maar hoe wil ik dat gaan doen? Oh, ik heb mijn render test dus fout staan, zie ik net. Zo. Even F3A. Even alles opnieuw herladen. Hoe wil ik dat gaan doen? Nou, ik ga offscreen een klein beetje voorbereiden. Maar mijn idee is om hier vandaag dus deel uit te graven. En een klein deel al te gaan bouwen eraan. Ik heb een beetje veel in mijn inventory omdat ik dit aan het weghalen was. Verder, ja, mijn villager... die Village ding doet het volgens mij nog steeds goed. Ik zou mijn volume ook weer iets harder zetten trouwens. Dus dan gaan we daar ergens gaan we dat doen. En waarom daar? Omdat ik hier straks een boerderij wil bouwen. Wat dan bij de village hoort. Dus dan gaan we de village nog helemaal hieraan uitbreiden, zeg maar. Dit is niet voor altijd. No way. Ziet er een beetje lelijk uit. Of misschien kunnen we het er heel mooi uit laten zien. Misschien kunnen we er van hout een vliegend schip van maken. Oh. Dat zou wel vet zijn. Oké, daar ga ik aan werken of in de creative. Dat ga ik proberen, guys. Dat ga ik gewoon proberen. En hier wil ik dan een boerderij gaan maken. En dan een hele grote wheat farm. En dan via de boerderij kan ik dan naar beneden, zeg maar, naar de village toe. Om te traden. Ik denk dat dat best wel een vet idee is, of niet? Ik denk het wel. Dus ik ga me eigenlijk een beetje voorbereiden. Ik ga even wat spulletjes regelen. Gewoon pak uit mijn storage room. Even mijn inventory clearen. En dan gaan we daar dadelijk... mooi beginnen met uitgraven en bouwen van. Het doet me denken aan... Ik heb een beacon. Kijken of ik genoeg bloks heb om een volledige beacon te maken. Zodat we lekker meteen met efficiency 5 kunnen uitgraven. Dat zou wel super awesome zijn. Dan ga ik offscreen allemaal proberen. Allemaal bekijken. Allemaal kijken of het mogelijk is. En dan zou ik zeggen... Ik zie jullie zo weer terug. Voor jullie is het waarschijnlijk een kleine knip. En voor mij zou het waarschijnlijk een uurtje misschien duren. Om alles echt goed voor te bereiden. Maar goed, hey, dat zien jullie toch niet. Dus doesn't even matter. Dus ik zou zeggen, tot zo. Zou dit genoeg zijn, denk je? Zou dit genoeg zijn? Ik weet niet. Oké, daar ben ik weer. En change of plans. Maar Tommy, hoe bedoel je change of plans? Nou, we gaan iets anders doen. Dat bedoel ik daarmee. Ik roep al heel lang. Dit moet gebeuren. Dat moet gebeuren. En het gebeurt niet. Dus met andere woorden. Ik ga nu zorgen dat dat gaat gebeuren. We gaan... hieronder is namelijk de autosmelting. Dat gaan we mooi maken. Hey, gaan we dat mooi maken, Tommy? Hoe wil je dat mooi gaan maken? Nou, dat willen we mooi maken door te bouwen. Nee, dat gaan we doen. We moeten nu eigenlijk toch wachten totdat... totdat alles, zeg maar, gesmolten is. Qua iron. Ja, dan kunnen we net zo goed even gewoon door met dit te bouwen en zo. Dan echt serieus uren te wachten. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Sterker nog, dat gaat hem niet worden om uren te wachten. Want ja, zoveel tijd heb ik niet. Want ik wil deze video vandaag nog uploaden. Nou ja, ik heb hier alles gewoon ingedaan. Zoals jullie zien is het mooi allemaal aan het smelten. Dat werkt allemaal supergoed. De blaze rods van mijn blaze farm. En het komt allemaal gezellig hieruit. Nou ja, ik heb al bijna stack iron. Dat is best wel nice. Nou, hieruit kunnen we echt wel een beacon maken. Met al dat spul wat we nu krijgen. Ik ga wat
en nog wat leaves en wat glowstone pakken. En dan nog misschien nog wat ender pearls. Ik denk wel dat dat makkelijk is. Dat ik eigenlijk ook best wel offscreen kunt doen. Maar dan gaan we het hier een beetje mooi maken, de storage room daaronder. Want, ja, dat roep ik al een tijdje. En dit staat mijn beacon. Dus die gaan we dan gebruiken voor Haze 2. En dan kunnen we, als ik de volgende episode de beacon klaar heb, dan kunnen we die gebruiken meteen met uitgraven. Dat is misschien veel makkelijker en veel slimmer om te doen. Dus ik denk dat we dat gaan doen. Eventjes denken. Ender pearls. Give me ender pearls. Oh, we moeten echt nodig een keer naar de end toe. Oh, ik heb al 2 stacks, dat is goed. Moet ik een keer nodig naar de end toe? Niet omdat we levels nodig hebben, maar voor ender pearls. Dus dat gaan we ook weer een keer doen. En ik wil nog steeds een weg naar de end toe graven. Dus dat kunnen we ook misschien een keer in een livestream doen. Dat is wel grappig. Ja, dat ga ik een keer doen. Dat is grappig. Maar goed, ik ga even wat glowstone pakken. En wat leaves. Wat als het goed is hier ergens in de chest zit verstopt. Hier dan misschien. Hier, oh ja, hieronder natuurlijk. Hè. Het is een tijdje geleden dat ik weer op mijn singleplay heb gespeeld zelf. Want het was carnaval ertussen en dat soort dingetjes. Dus dan... Oh, dan vergeet ik dat om dat te doen. Ah, hier. Glowstone, waar ben je? Glowstone! Don't hide from me, glowstone. I will find you. Hey, what the fuck? Ik ben al de glowstone kwijt. Ik weet zeker dat ik heel veel glowstone had. Want dat... Wow. Don't. Don't you even... Think about it. Hoe ben je hier gespawnd? Oké, we gaan hier toch maar even een paar torches meer zetten. En hier ook. En hier. En hier. En hier. En hier. gaatje. Maar dat is niet chill. Dadelijk had hij alles opgeblazen. En was ik alles kwijt geweest. Hier geen creepers. Mooi. Dit werkt ook nog steeds. Jawel. Maar... Ik heb een glowstone nog steeds niet gevonden. En we zijn ondertussen alweer heel lang bezig. 10 minuten? Oh ja, tuurlijk. 10 minuten. Ik zat aan de opname te kijken. Denk, hè? 10 minuten? Dat kan helemaal niet. Maar dat klopt. Hij heeft ook de tijd dat ik offscreen bezig was bijgeteld. Oké, ik denk dat het zo beter is. Ik heb een klein beetje glowstone. Nou ja, jammer dan. Niet heel veel, maar goed. We moeten het er maar mee doen. Even wat eten en zo. Nam. Ja, dan gaan we dat gewoon mooi maken. Ondertussen kan het meteen al het iron en gold smelten. Ik had er geen rekening mee gehouden helaas. Sorry guys. Maar de volgende keer gaan we dus verder met het villager project. Misschien is het ook wel leuk om een keer iets tussendoor te doen dan alleen het villager project. Want daar hebben we nu al een paar episodes achter elkaar iets mee gedaan. Dus vandaar. Nou, slapen jij? Nam. Zo, die is wakker. En... Dan gaan we maar eens meteen hierheen. Joho. Oké, dan gaan we even kijken. Nou, dit moet eigenlijk gewoon nog steeds voorstellen dat de villagers hier zelf minen natuurlijk. Zo ziet het er ook een klein beetje uit. En dit is dan hun opslag. En hier wilde ik nog iets vets maken, omdat hier zeg maar het water komt. Dat ik hier zoiets watervalletje wilde maken. En dat ik dan hier met mijn bootje in kan komen varen, zeg maar. Dat... soort idee had ik. Ik weet niet of dat nog gaat lukken, maar dat ga ik wel een keer proberen. Silky. Ja, we gaan gewoon met Silky werken vandaag. Dat gaan we doen. Zo. Nice. Ik ben helemaal vergeten om... om het redstone mee te nemen voor de jump pad. Dat is niet slim, Tommy. Nee, dat is inderdaad niet slim. Nou ja, dat jump pad zetten we dan wel als laatste erin. Jammer dan. Hier. Wat wil ik hier precies doen? Ik denk dat ik hier... 2 pilaren wil hebben. Of ik wil hier... dit hebben. Zo. Ik ga gewoon even iets ter plekke bedenken. Hè. Kijken of dat mooi eruit komt te zien. Meestal... Ik weet niet of jullie dat leuker vinden als ik alles onscreen bouw. Of dat ik ook heel veel offscreen bouw. Wat vinden jullie leuk? Vinden jullie het leuker om zo te zien? Of willen jullie progress zien, zeg maar? Want ja, daar kan ik dan rekening mee houden natuurlijk. Ik denk toch dat hier dan de glowstone komt. Dat is dan hier zo. Bloep. Leaves. Ja, dat ziet er toch wel iets beter uit. Al zeg ik het zelf. Dan komt hier nog meer glowstone zo. En dan hier ook weer leaves. Oh, maar het is niet slim dat ik die leaves al plaats. Terwijl ik helemaal geen shears heb.
Ik zit te twijfelen of ik shears ga pakken. Nee, ik hoef helemaal geen shears te pakken, want ik ben hier heel veel iron aan het smelten. Oh, kijk eens aan, het gaat al redelijk snel. Dat is mooi. Ik ben hier heel veel iron aan het smelten, dus dan kan ik gewoon meteen shears maken. Natuurlijk. Tuurlijk. Tommy, niet zo stom doen natuurlijk. Haha, grapje als dat je bent. Oké, sorry. Hier gaan we dan wel een pilaar maken. En dan wil ik die eigenlijk van dark oak wood hebben. Van hout dus. Hup, hup, hup. Ja, en dan wil ik daar aan deze kant ook. Oh, foutje. Sorry. 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 Zo ja. Oké. En hier komen de leaves weer terug. Zoals net. Weg jij. Heb ik ergens een... Ik maak eventjes een crafting bench. Zo. Oké, nou, crafting bench er even bij. En dan wil ik eventjes een ster maken. En die zetten we hier zo. Want dan ziet het er een beetje vet uit. En kunnen deze nog steeds openen. Dat is wel belangrijk eigenlijk. Ja, we hadden eigenlijk nog een andere rij erbij kunnen maken, zie ik nu. Maar misschien is het juist ook goed dat we dat niet gedaan hebben. Ik wilde dit eigenlijk ook als plafond houden. Misschien dat we het zo doen. Let op. Zo. Is dat vet? Misschien dat we dadelijk namelijk dan hier zo glowstone in kunnen doen. Of juist hier glowstone in kunnen doen. Bijvoorbeeld zo. Ik wil wel glowstone terug alsjeblieft. Dankjewel. Bijvoorbeeld zo. En dan... dit zo verder. Oh, foutje. Whoops. Zo. Ziet dit er vet uit? Het glowstone, zeg maar, zo erin. Verlichten doet het wel meteen, dus dat is nice. En ik vind het er niet heel slecht uitzien, als ik heel eerlijk ben. Maar, dan denk ik dat ik het een klein beetje ga aanpassen. En ik denk dat dat juist datgene geeft dat het nog mooier maakt. Dan gaan we dit namelijk als duik ook doortrekken, zo. Oh, dat vind ik wel echt vet eruit zien. Echt serieus. Dus dit is dan 2 hiervan af. En dan hier 3. Even kijken of dit gaat werken. Ik plaats geen glowstone. Ik plaats nu even gewoon dit. Of dat precies uitkomt. Deze. En dan moet hij hier 2. Oh, dat is precies. Want dit is namelijk ook... 2 en dan... Oh nee, dat past net niet precies. Ah. Nee. Moet eigenlijk kijken hoe dit er precies uitziet dan. Ik denk dat we dit namelijk nog wel een beetje door kunnen trekken. Hierheen. Oh, maar dit... Hoe hoog komt die jump pad ook alweer? Oh, dat is een hele goeie. We moeten even kijken hoe hoog dat die jump pad precies komt. Dat is wel even belangrijk. Dus we gaan gewoon. We gaan even de materials halen voor de jump pad. Want dat is wel echt belangrijk. Als we die niet hebben, dan. Ja, ik heb 2 redstone nodig. Die heb ik dus al. Wat gaan we dat doen? Furnaces? Ik denk dat furnaces het mooiste is. Aangezien dat we. Ja, aangezien dat er smeltery is, dan kunnen we daar mooie furnaces voor gebruiken. Want als het goed is, ik dacht dat ik hier nog ergens heel veel furnace had. Wat ik echt never nooit meer gebruik. Maar gewoon een keer per ongeluk te veel gemaakt had of zo. Hier, kijk maar, 19. Heb ik hier nog een slime blok? Ja, die heb ik zeker. Heb ik hier nog een sticky piston? Nee, die heb ik niet. Oh, damn it. Damn. Nou, dan maken we even een sticky piston. Ik heb maar 1 van die nodig. Ik heb 1 redstone nodig. Zo. En de rest heb ik allemaal al. Dus dan maken we meteen eventjes een sticky piston. Bloep, bloep. 1 redstone daar. En die daar. Natuurlijk heb ik wel een slimeball nodig. Anders kan ik geen sticky piston maken. Hè? Dat is heel logisch. Zo. Bloep, bloep, bloep. Sticky piston. Yay! En dan wil ik... stone pressure plates. Ja, dat ziet er het best uit. En dan neem ik wel voor de zekerheid... Trouwens, ik hoef helemaal geen kobbel mee te nemen, want daar ligt ook heel veel kobbel daaronder. Mocht ik kobbel te kort komen. Nou, dan gaan we even snel dat ding installeren. Ik weet niet precies hoe hoog dat die ook alweer schieten. Wacht, dan kunnen we hier meteen even kijken.
Ik probeer heel snel te zijn, guys. Ik probeer zo min mogelijk onnodige dingen te doen. Snap je wat ik bedoel? Even kijken hoe hoog dat deze mij schiet. Ja, dit zijn 1, 2, 3, 4, 5 blokken. En dan kom ik er perfect uit. Dus hij kan 5 blokken hoog. Daar moet ik even rekening mee houden. Want anders dan halen we het straks niet. Dat is ook niet goed. Dan moeten we waarschijnlijk een klein trappetje maken. Maar dat maakt niet uit. Dat komt waarschijnlijk wel goed. 5 dus. Nou, vanaf 4. Dit is dus al... 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dus hier moet hij per se komen te staan. Dus dan kunnen we hier al... Zo... Oh, en dan komt dat perfect uit gewoon. Serieus. Want dan kunnen we deze gewoon... Zo doortrekken. En dan kan deze misschien zelfs nog wel eentje hoger. Ja, dat regelen dadelijk wel. Dat komt dadelijk wel goed. Eerst even dit dan. Ik weet niet of we dit in 1 episode af gaan krijgen nog. We gaan het proberen natuurlijk. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Nou, hoe maken we dit eigenlijk? Dat is heel simpel. We doen hier een redstone dust. We doen hier een redstone dust. We plaatsen een sticky piston hier. En dan? Dan is het eigenlijk even een kwestie van goed opletten. Want slime blocks. Slime blocks die gedragen zich een beetje raar. Slime blocks die neemt alles wat vast zit. Als ik deze piston nu zou poweren. Dat doe ik eventjes door... Gewoon even dit erop te zetten. Zie je wat er gebeurt? Hij neemt dat blok mee. Zie je dat? Maar er zijn een paar bepaalde blokken in de game die hij niet meeneemt. Als er trouwens te veel blokken aan zitten, dan... Of als hier bijvoorbeeld een blok hangt, dan neemt hij die gewoon mee naar onderen, zeg maar. Of hij blijft hier hangen. Dat zelfs nog. Maar Furnace is eentje van de blokken die hij niet mee kan nemen. Dus mocht ik nu erop gaan staan... Oh, dan zie je dat alleen de slimeblok omhoog gaat. Dus heb ik nou hier... Ik leg het uit voor mensen die het niet snappen. Heb ik nou hier iets staan, dan zie je dat de slimeblok daar blijft plakken. Piston gaat naar beneden, maar een slimeblok blijft hier boven. Dat komt dus door dat. Dus daar, eigenlijk moeten we hier eromheen moeten we helemaal furnace maken. En ik ga het ook echt serieus zo maken, want ik denk dat dat het vetste is. Omdat we... Het is een furnace room, dus het maakt helemaal niet uit als je die furnaces ziet. Dus dat is misschien juist een vet iets, zeg maar. Zo. En ik vind dit eigenlijk ook helemaal niet erg dat je dat ziet. Het geeft ook een soort van vibe, zeg maar. En misschien dat we het hoekje anders iets anders maken, dat je alleen dit zo ziet. Maar dat moet ik straks nog even kijken. Maar daarom wil ik eigenlijk gewoon heel veel furnaces gebruiken. Gewoon dat, ja, het geeft dan meteen... Het heeft een functie en het... Ja, het makes sense, you know? Het is best wel logisch dat er hier furnaces zijn, aangezien dat het een furnace room is. Ik bedoel, ja, mijn auto is smelter. Daar zijn dus altijd furnaces, dus dat is best wel logisch. Oh, deze is helemaal niet hetzelfde als die. Oh, krijgen we dat ook nog? Nou, dan moeten we die dadelijk ook nog even aanpassen. Komt goed. Waarschijnlijk gaan we de kleinste details gaan we pas later toevoegen. Ik wil eigenlijk de grote details allemaal al gedaan hebben. Hier zit de koppel, zie je wel. De grote details wil ik in... ik wil het in grote lijnen af hebben en daarna zien we het wel. Dan doen we dat wel een ander keertje. Of screen waarschijnlijk. Zo. En ik weet niet, misschien zelfs dat ik dit daar al laat afslaan. Dat weet ik niet zeker. Maar dat moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien dat ik al die hoppers gewoon wegwerk. Dat is misschien wel... Misschien zit het er netter uit, denk ik. Nou, hier de furnaces. Allemaal deze kant op. Ja, ik vind het logisch. Want als je hier zo omhoog springt... Dan kom je ook in de furnace room. Dus, en dat geeft... Ja, ik vind dat het logisch is. Ik vind het logisch. Zeker, ik vind het logisch. Oké, hier gaan we eventjes hem alvast dichtmaken. Dat moet hij namelijk. Zo. En dan kunnen we hem hier... Hier meteen... Nee, hier gaan we naar beneden doen. Zo. In stapjes. En dan is hij hier al level, zie je dat? Dus het maakt helemaal niet uit. Het is gewoon perfect gewoon. Het komt gewoon perfect uit. Ja, het komt perfect uit. Mooi. Oh, dat is ook een keer nieuw. Dat er iets goed uitkomt bij mij. Meestal moet ik altijd dit nog gaan veranderen. Of dat nog gaan veranderen. Meestal komt het niet in één keer goed uit bij mij. Maar goed, nu wel. En dan... dat is ook wel een keertje fijn. Zo. En dit hier worden het trouwens gewoon glowstone, hè? En het ziet er op zich ziet het er redelijk uit.
Ik kan alleen deze dan ook nog eventjes half slabs maken. Waarschijnlijk dat ik de vloer dan ook hetzelfde doe. Ziet dit er decent uit? Nee, ik vind dat dit allemaal net eentje omhoog moet. Ja, ik ben af en toe ben ik echt heel erg pietje precies, om zo maar te zeggen. Dus ja, dan... Dat is, weet je, voor de mensen die dat niet weten. Ik doe opleiding Sound & Vision. Theatertechniek, festivalopbouw, licht, geluid, beeld. En ik wil beeld gaan doen. Ja, ik vind het leuk om video's te maken. Dus ja, dat is wel een beetje mijn ding, zeg maar. En met beeld heb je ook echt... Beeldmensen zijn altijd heel erg precies. Dat is gewoon zo, dat is... Ja, ja, weet ik veel waarom. Wij willen altijd alles gewoon perfect hebben. Met mijn video's ook. Soms dan heb ik zoiets van... Oh, deze video had ik eigenlijk net iets anders willen hebben. Maar ja, goed. Soms dan kan het natuurlijk niet anders. Maar ik probeer altijd alles goed te doen. Zo goed mogelijk in ieder geval. Ja, ik vind dit beter. Ik vind dit nog net nog niet te hoog. Misschien dat ik hem zelfs gewoon het liefst al hier wil hebben. Oké, dat ga ik ook gewoon proberen. Gewoon doen, gewoon proberen. Dat maakt allemaal niet uit. Dat ik hem gewoon zo doe. Hoe zit dat eruit? Nee. Dat vind ik helemaal lelijk. Lelijk. Ik ga het niet weghalen. Ik plaats het gewoon zo. Boeien. Die ga ik wel weghalen. Die is fout. Maar ja, dat is gewoon iets van de beeldmensen, zeg maar. Oh, dit moet allemaal eentje lager natuurlijk, hè. Tommy, je bent weer niet goed wakker, hè? Je bent er aan het slapen, hè? Grappert. maar ja, dat is gewoon zo. En dat merk ik op school ook wel, hoor. Ik ben best wel een beetje precies af en toe. Soms tot ergernissen van mijn klasgenoten. Hey, dat moet kunnen. Moet ze maar gewoon mee leren leven. geintje. Zo erg ben ik niet. Hoop ik. Oké, zo. Stucky, give me my glowstone back. Ik wil mijn glowstone terug, alsjeblieft. Yay, ik heb mijn glowstone terug. Hier. Zo. En zo. Pretty nice indeed. Vind ik ook altijd... Ja, dan vind ik net dat een geven wat je altijd zoekt, zeg maar. Ik ga nog wel een klein deel veranderen. Ik denk dat dit misschien nog mooier is. Oh, nog mooier, Tommy. Ja, nog mooier. We gaan hier één glowstone weghalen. Deze ook. Die valt dan natuurlijk achter. Super vet. Moet ik hem helemaal weghalen. Dat is echt heel fijn. Dankjewel, hè, glowstone. Die had ik al geplaatst, natuurlijk. Goedemorgen. Ik wil deze hier plaatsen. En dan... het liefst in stairs. Zo. Dat ziet er best wel sexy uit. Al zeg ik het zelf. Nee, ik vind het best wel goed uitzien. Hoe ver is die? Oh, die is best wel ver. Nice. Hier wil ik eigenlijk ook nog wel iets moois maken. Hier zo. Ik denk dat ik hier gewoon een pilaar maak. Als ik hier een pilaar zou maken. Zo. Hoe ziet dat eruit? Dat ziet er best wel chic uit eigenlijk. Dit gaat dan helemaal dicht worden natuurlijk. Ik keek daar meteen naar. Ik denk, hey, dat klopt niet. Dat klopt ook niet. Want dat heb ik nog niet helemaal dicht gemaakt. Had ik beter eigenlijk meteen kunnen doen. Maar dat maakt niet uit. Zo. Ik mis echt serieus 2. En die heb ik niet in mijn inventory. Ik heb trouwens de laatste tijd een beetje een nieuw ding om te doen. Als ik offscreen ergens iets speel, zeg maar. Skyblock! Ja, ik heb mijn server weer geüpdate. En we hebben weer Skyblock erbij. En OMG. Ja, dat vind ik echt super vet. Ik vind het echt leuk weer om te doen. Ik heb altijd Skyblock wel leuk gevonden. Alleen op een gegeven moment was ik zoiets van... En in mijn oude Skyblock kon ik niet meespelen, omdat de hub van de Skyblock was mijn eiland, zeg maar. En nu hebben we dat veranderd, dus nu kan ik daar wel meedoen. En dat is echt super nice, want dat vind ik echt leuk. En daar ben ik nu best wel veel aan het doen eigenlijk op mijn eigen server. Dat is echt leuk om te doen weer. Geeft er heel veel
ja, soort van oude herinneringen eigenlijk wel. Want ik heb daar echt heel veel gespeeld vroeger. Hoe heb ik dat hier gedaan? Oh, ik zie het al. Gewoon met veel met stone bricks. Oh ja, dit moet ik eigenlijk ook dichtmaken hier. Maar dat komt goed, dat komt goed. Stone bricks. Zo. Hier zo. Seems legit enough, of niet? Zo dan. Alles twee. Zo. Zo ziet het beter uit. Heeft die soort van zigzag. Ja, deze ga ik ook naar stone bricks maken. Dat is nu gewoon besloten bij mij. Ik heb nu gewoon besloten dat ik dat ga doen. Zo. En oeps. Oeps. Hier, die zo. En dan hierachter. Wil ik... Stone slabs. Ik ben gewoon aan het proberen, hè. Dit is gewoon allemaal gewoon ideetjes die ik nu gewoon ter plekke krijg. Waarvan ik denk, ja, misschien is dat wel mooi. Of, nou, misschien is dit wel helemaal niet mooi, maar we gaan het toch proberen. Ik ga gewoon kijken of het er leuk uit gaat zien. En als het er leuk uitziet, dan doen we het. En zo, wat stairs maken. Oh, dat was niet de bedoeling. Ja, deze hier dan. Ik weet nog niet. Ik weet nog niet precies wat ik hier wil doen. Eigenlijk. Weet je wat? Misschien hebben jullie leuke ideetjes. Stuur ze naar me toe. Mijn Twitter staat in de beschrijving. En ik kijk best wel veel op mijn Twitter. Daar kunnen jullie altijd al jullie ideeën kunnen jullie naar mijn Twitter toe sturen. Dat vind ik alleen maar leuk als jullie dat doen. Ik wil hier ook overal item frames gaan hangen. Ik weet niet of ik overal wil of... Jawel, ik wil... Nee. Jawel, nee. Stel geen moeilijke vragen. wat wil ik gaan doen? Wil ik misschien het plafond allemaal eentje omhoog doen? En dan... Dan heb ik het plafond net gemaakt. En dan zit ik nu alweer te bedenken van... Nee, ik wil het anders. Snap je nou wat ik bedoel met pitch precies zijn? En allemaal echt gewoon alles precies willen hebben? Als ik nou het plafond eentje hoger maak... Dan kan ik hier... Ik weet niet of jullie gaan snappen wat ik bedoel. Maar dan kan ik hierboven kan ik item frames hangen. Met kobbel, kobbel, kobbel. En dan smoothstone, smoothstone, smoothstone. En dan begint het plafond daar. Ideeën, 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 keuzes, keuzes, keuzes. Ik weet niet. Ik weet echt niet. Oh. Ik weet het echt niet. Misschien is dat wel vetter. En dan kunnen we dit eigenlijk ook gewoon nog een andere soort blok doen. Dan kunnen we zelfs nog gewoon logs neerzetten ofzo. En dan hebben we hier ook gewoon iets moois. Hierboven zeg maar. Oh, dit vind ik wel een lastige keuze eigenlijk. Oh, helemaal beeld trilde. Weet je waarom? Omdat ik op de slimebox stond. Dit vind ik echt een hele lastige keuze. Nou goed. Ja, laat me weten wat jullie hiervan vinden. Laat me jullie ideeën weten. Volg mij natuurlijk even op Twitter. Het is hartstikke leuk om mij te volgen op Twitter. Ik doe er ook best wel veel privé tweets af en toe. Steeds minder eigenlijk. Omdat ik... Ja, waarom? Ik tweet eigenlijk iets minder. Maar ik wil er wel weer gewoon terug gaan doen. Want dat is gewoon leuk. Interactie met mijn kijkers. Buiten mijn video's om. Via Twitter, social media. Vind ik altijd leuk om te doen. Ook reageer ik bijna... Als ik ergens ook wel aan reageer in de comments, dan doe ik dat. En dat vind ik heel leuk om te doen namelijk. Ik vind dat het belangrijk is om interactie te houden met je kijkers. Dus ja, volg me even op Twitter. Games met een Z. XL. Stuur me daar jullie screenshots op. Ideetjes voor de Nethercrack, ideetjes voor hier. Maakt niet uit wat. Heb je een heel nieuw idee, een heel nieuw project... Vraag het me, tweet me. Verwacht niet altijd antwoord, want ik krijg best wel redelijk wat tweets op een dag. En ik kan ze niet allemaal beantwoorden. En soms dan heb ik zoiets van, ja, die kan ik wel beantwoorden, maar dat doe ik liever niet. Want dan geef ik geen, dan geef ik geen geheimpjes of spoilers weg. Snap je wat ik bedoel? Oh, volgens mij is hij helemaal klaar. Oh, hij is bijna helemaal klaar. Nog niet helemaal. Nee, jij gaat even hierin, want dan kan jij de rest even afmaken.
hij is bijna helemaal klaar gewoon. Hier zit nog een 26 in. Hier nog een stack. Nou, die stack doen we ook even door het midden zo. Oké. Oh ja, die moet ik niet naar boven. Ik moet hieronder. Dus ja, we zijn al best wel ver. We hebben al best wel redelijk wat gedaan. En dit is dus gewoon wat we net hebben gesmolten. Wauw. Wauw. Zou dit genoeg zijn? Zou dit genoeg zijn om, om een beacon te kunnen maken? Nou, weet je wat? Dat zien we de volgende keer wel. Ik wil eigenlijk een full gold beacon. Dat vind ik altijd vet gewoon. Full gold. En dat iron wil ik altijd gebruiken voor andere dingetjes. Maar goed, dit was dus de video van vandaag. Wat doet die button hier? Huh? Wat de fuck doet die button hier? Hé? Oh, wacht. Misschien wilde ik hier een deur maken of zo. Ik weet niet meer. In ieder geval, vonden jullie dit leuk? Geef natuurlijk een groen duimpje. Abonneer even op mijn kanaal voor veel en veel meer. En dan checken jullie allemaal de volgende keer voor een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Leuk. Ik vond het gezellig. Met Dennis. Dennis is een hele maat van mij. Ja, eigenlijk een hele leuke avond gehad. Dat was super vet. En misschien dat ik het vandaag weer ga doen. Ik weet niet of Dennis vandaag ook weer gaat. Als dat zo is, dan waarschijnlijk dat ik weer met Dennis ga. Maar ik wil eigenlijk nu een beetje gaan bouwen. En waar wil ik dan gaan bouwen? Nou, ik wil een beetje mijn villager breeder een beetje mooi maken. En dan niet zozeer als ik hem zo bekijk dan vanaf hier zo. Dat hij...